Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Marketinghandjes TV. Vandaag wil ik je graag tips geven hoe je kunt zorgen dat je met je bedrijf uniek kunt zijn, zelfs als je denkt dat je dat niet bent. Uniek zijn met je bedrijf. Veel startende ondernemers zijn naar op zoek, maar ook ondernemers die wat langer bezig zijn en het idee hebben dat ze eigenlijk heel veel last hebben van de concurrentie en zelf het moeilijk vinden om uniek te zijn in wat ze doen. Ja, die hebben vaak toch deze vraag in hun achterhoofd, ook als ze met hun marketing bezig zijn. En vandaag wil ik je een aantal tips geven om te zorgen dat je wel uniek kunt zijn, zelfs als je denkt dat je dat niet bent. Nou, de eerste vraag om die uniekheid in kaart te gaan brengen is: waarom bestaat jouw bedrijf? Waarom ben je er eigenlijk? Nou, veel ondernemers werken vanuit een passie of iets wat ze zelf hebben ervaren, wat ze denken dat anders of beter kan. Dus vaak beginnen ze daarom met een eigen bedrijf. En ja, dat is ook meteen een beetje de sweet spot van jouw passie als ondernemer. En die je ook in je marketing terug kunt laten komen. Nou, de tweede vraag is daar een beetje op gebaseerd. En waar sta je eigenlijk voor met je bedrijf? Hè? En dat heeft ook weer een beetje te maken met dat anders zijn dan anderen. Kijk, je kan zeggen: ik ben gewoon een massagesalon. Nou ja, dat is natuurlijk, daar zijn er ontzettend veel van. Je kunt het bijvoorbeeld ook anders insteken. En bijvoorbeeld zeggen van: ik ben een massagesalon voor vrouwen die het te druk hebben. En die af en toe gewoon eens lekker tijd voor zichzelf willen nemen, zonder kinderen. Nou, dat is wel een heel andere manier van jezelf presenteren dan dat je zegt: ik ben een massagesalon en ik doe Reiki of ik doe mindfulness. Nou, ik kom meteen bij een hele belangrijke vraag. De derde vraag is: wie zijn jouw ideale klanten? En die vraag geeft jou zoveel informatie om ook uniek te kunnen zijn. Want ja, op die manier kun je je ook gaan verplaatsen in het hoofd van je klanten. Wat vinden ze belangrijk? Waar zijn ze naar op zoek? Welk resultaat zoeken ze? En ja, dat kun je heel goed verwerken in je marketing om toch op te vallen tussen al die anderen. De laatste vraag is: wat doe je anders dan anderen? En dat kan vaak heel simpel zijn hoor. Want als ik bijvoorbeeld bij de kapper kom, dan krijg ik altijd super lekkere cappuccino. En er zit altijd een heerlijk bonbonnetje bij. Ja, dat vind ik dan, weet je, dat is service. En het lijkt heel klein, een klein detail, maar elke keer als ik er ben, dan denk ik: oh, toch even lekker die koffie, of dat met zorg gezette kopje thee. Dus het hoeft ook niet altijd heel groot te zijn, wat je anders maakt dan anderen, of wat je anders doet dan anderen. Het kan ook zijn, hè, dat je gewoon eens een keer een belletje doet naar een klant, van: goh, heb ik je goed geholpen? Is alles naar wens? Kan ik nog iets voor je doen? Dat soort kleine dingen onderscheiden jou wel van je concurrent. Dus onderschat ze niet. Nou, eigenlijk al deze vragen die vormen tezamen het verhaal van je marketing. Dus eigenlijk ook een stukje de basis van je marketing. Dus dit kun je ook gebruiken als je over je bedrijf praat of als je over je bedrijf moet schrijven. Kun je aan de hand van deze vragen eigenlijk heel goed je verhaal neerzetten. En kun je jezelf ook onderscheiden van die concurrent. Als je jezelf steeds de vraag stelt van: wie is mijn ideale klant? Waar is die naar op zoek? En hoe help ik deze ideale klant op mijn eigen speciale manier? Dan heb je eigenlijk al een heel uniek verhaal wat je kunt gebruiken in je marketing.